cyberpest is bijvoorbeeld via social media of via WhatsApp iemand anders zodanig benaderen dat hij zich daarbij gekwetst voelt. Er komt meer voor op scholen dan we zouden denken wellicht, omdat het heel vaak in het informele circuit gebeurt. En ik denk dat het veel meer gebeurt dan dat we de voorbeelden kennen. Want we horen ook van heel veel jongeren of ook volwassenen op het werk dat ze het moeilijk vinden om erover te praten, om erover naar buiten te komen. Nee, dat merk ik niet. En ik hoop ook, en ik ga er eigenlijk ook vanuit dat dat niet gebeurt, dat mensen hier gewoon aan het werk zijn. Maar het kan natuurlijk wel, hè. Je moet ook niet naïef zijn. De politie krijgt voornamelijk meldingen van cyberpest over naaktfoto's. En dat is vaak niet van de mensen zelf, maar van de school. Omdat het dan door de school heen verzonden wordt. Facebook en Instagram en dat soort accounts. Ja, daar heb je natuurlijk als school minder zicht op. Dat probleem zal groter zijn, denk ik, dan naar buiten toe bekend. Nou, als wij strafrechtelijk iets kunnen doen, dan gaan we kijken om dat strafrechtelijk op te pakken. Maar als dat niet gaat, dan gaan we kijken of een gesprek of we verwijzen door naar de hulpverlening. Krijgt uw zoontje al veel mee van cyberpesten? Ja, want je ziet dat kinderen tegenwoordig op de lagere school al, en hij is nu naar de middelbare school gegaan, maar op de lagere school al heel veel bezig zijn met computers, iPads en dergelijke. En dus wij vertellen hem ook wel als ouders van, ja, wat komt er allemaal op het internet en pas op als dit of dat gebeurt. Dus wij proberen daar hem wel op voor te bereiden. Meldingen worden altijd serieus genomen. Alleen sommige mensen, het moeilijke erbij is dat de politie soms echt niks kan doen. Ja, wat kunnen we daaraan doen? Dus ik ben ook wel heel benieuwd wat er vandaag, dus niet alleen als burgemeester, maar ook als vader, wat er vandaag uit de jongerenraad komt. We zijn anderhalf jaar terug begonnen als gemeente om er ook iets mee te doen. En vooral het bij elkaar brengen van politie, onderwijs, gezondheidszorg. Om ervoor te zorgen dat iemand die zich bij een van die plekken meldt, dat die ook geholpen wordt. We hebben het ook in de raad er al eens over gehad. Dus ja, ik hoop dat we vandaag ook nieuwe tips krijgen van wat kan de gemeente nog meer doen. Wij gaan een cyberpesttelefoon maken, een organisatie organiseren. Ja, de mensen van alle leeftijden, als je jong of oud bent, kun je bellen. En dan word je geholpen door vrijwilligers. Wij zijn nu bezig met een workshop. Wij willen nou eigenlijk graag de mensen die toekijken en die eigenlijk niks doen, willen toch eigenlijk duidelijk maken dat ze toch al op moeten staan en zeggen wat ze ervan vinden. Want anders dan blijft het toch wel doorgaan en dat willen we gewoon niet. Wij zijn van plan om een filmpje te maken. En er wordt dan gefilmd alsof jij daar loopt. Zodat je zelf kan ervaren hoe het is om gepest te worden. Een gaslessen maken en dan een rollenspel ermee doen. Dan gaan we bij basis of middelbare scholen van het eerst tot vierde gaan we gaslessen geven. En dan een rollenspel doen en dan zorgen dat het ophoudt. Mensen te leren blokkeren. En hoe gaan jullie dat doen? We willen cursussen en Facebookpagina's aanmaken om mensen te leren hoe je bijvoorbeeld op WhatsApp mensen te moeten blokkeren zodat ze er geen last meer van hebben. Wat is jullie idee om cyberpest tegen te gaan? Over de streep. Eerste en tweedejaars uitnodigen om dat te komen doen. Jullie willen eigenlijk mensen naar voren halen die gepest worden. Ja. We willen een reclamespotje maken wat op de televisie komt. En dan dat mensen er een duidelijk beeld van krijgen wat cyberpesten is. Dus het is niet over jongeren en over kinderen praten, maar ook met jongeren en kinderen. Cyberpesten moet stoppen!